De ministeries van Justitie en Financiën en Planning hebben gisteren een MOU getekend met het internationaal gerenommeerde Amerikaans onderzoeks- en risicoadviesbureau Kroll Risk and Financial Advisory Solutions. Het bureau zal Suriname bijstaan in het wegwerken van hiaten, zodat het land uiteindelijk kan voldoen aan de door de Financial Action Task Force gestelde voorwaarden om niet geblacklist te worden wanneer het aankomt op de aanpak van money laundering, terrorismefinanciering en de financiering van illegale handel in wapen en munitie. De stichting Amaron Kompas en stichting 10 oktober 1760 hebben woensdag een gesprek gehad met de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan over het vervolgtraject na de gemaakte excuses op 19 december 2022. Beide stichtingen hebben zich gecommitteerd om de juiste informatie hierover te delen met de Maron-gemeenschappen. Het gesprek is geïnitieerd door Johan Rooser, voorzitter van het Nationaal Comité Slavernijverleden, die onlangs een samenwerking is aangegaan met Amaron Kompas. De stichting kijkt uit naar het moment dat deze goede verstandhouding zal uitmonden in een strategische samenwerking. En een delegatie bestaande uit leden van de E-Governance Academy of Estonia, EGA, heeft zich gisteren georiënteerd op de verschillende afdelingen van het hoofdkantoor van het CBB. Het doel van dit bezoek is om EGOV te ondersteunen bij de digitalisering van de registratieprocessen. Om vernieuwing binnen EGOV te brengen, is er reeds geruime tijd een samenwerking met EGA Estland. CBB-directeur Anastasia Kanapepoki zegt dat de grootste uitdaging van het digitaliseren ligt bij de grote hoeveelheden van manuele bestanden.